Wij zijn hier in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Allemaal van harte welkom. Van harte welkom op de eerste plaats natuurlijk aan de 18 jongens en meisjes die zo mooi vooraan zitten, om wie het vandaag gaat. De communicantjes van vandaag. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn, dat niemand zich verslapen heeft. Fijn dat er ook zoveel andere mensen vandaag in de kerk zijn. Papa's en mama's, broertjes, zusjes, opa's, oma's. We gaan er een mooie viering, een mooi feest van maken. Dat hebben we zo afgesproken en daar hebben we alles voor gedaan om dat ook te laten lukken. Zelfs het mooie weer is in aantocht. Dat komt vanmiddag, kan iedereen buiten feesten. En ik wil aan het begin van de viering vragen of iedereen zo goed wil zijn om zijn mobieltje uit te zetten, zodat we in ieder geval daar geen wanklanken van hebben, want klanken zijn er. Gelukkig zijn er ook weer papa's, mama's, opa's en oma's bereid gevonden om met de kinderen te zingen vandaag, zodanig dat de viering nog extra feestelijk wordt. En de uitnodiging is al tot u gericht. Kent u de liedjes, zingt ze dan vooral mee. En zo gaan we dan beginnen met deze bijzondere viering op deze bijzondere dag. Wij gaan luisteren naar het openingswoord. En dat wordt gelezen door Joop. Alle mensen zijn hier binnen. Alle mensen zijn hier blij. Dus het feest kan nu beginnen. En het middelpunt zijn wij. Want wij doen onze communie voor de allereerste keer. Voortaan horen wij bij Jezus. Voortaan is Hij onze Heer. En wij zijn vandaag met velen om te doen wat Hij eens deed. Samen breken, samen delen. Samen zijn in lief en leed. Laten wij dat steeds proberen, dan pas wordt het leven fijn. Want één ding wil God ons leren, altijd wil Hij bij ons zijn. Dankjewel Joop. Keurig. Iedereen heeft kunnen horen dat jij heel goed geoefend hebt. En dat geldt natuurlijk ook voor de kindjes die nu de schuldbelijdenis gaan lezen. We hebben allemaal wel eens dingen die we niet goed doen. Dingen waar we later ook spijt van hebben. En alle communiekindjes weten, dan mag je het tegen God zeggen. God, het spijt me, sorry. En dan wil God het altijd weer goed maken, het vergeven. Dat gaan we nu vragen. En dat doen wij samen met Isa, Sterre en Lin. Boekje neerleggen op je stoeltje. Isa, Sterre en Lin komen voor ons en met ons de schuldbelijdenis lezen. Heer Jezus, u heeft ons laten zien dat God onze Vader is, die veel van ons houdt. Vergeef ons gebrek aan liefde en ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, u heeft altijd geduld met ons. Help ons om niet op te geven wanneer het moeilijk wordt en ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, u weet wat er leeft in ons hart. Vergeef ons ons onbegrip voor onze medemensen en ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Mogen de Almachtige God zich dan over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Dan gaan we nu lof zingen. Zingen voor God, omdat Hij zoveel mooie, fijne en goede dingen voor ons doet en gedaan heeft. De lofzang op bladzijde 3. Het refrein kunnen we denk ik meezingen. En vrede.
vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u, wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Hemelse Koning, God, Almachtige Vader, Heer, enige geboren Zoon, Jezus Christus, Heer God, Lam God, Zoon van de Vader, Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons, want gij alleen zijt de Heilige, gij alleen de Heer, gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God, de Vader. Amen. God, onze Vader, wij danken u omdat gij deze jongens en meisjes door hun doopsel hebt gemaakt tot uw kinderen en hen nu laat naderen tot de tafel van uw Zoon. We zijn blij, want zij mogen vandaag voor de eerste keer zijn heilig lichaam ontvangen en van nu af aan steeds leven uit dit geheim van het geloof. Wij bidden voor hen en wij vragen u, maak hen één met Christus in de gemeenschap van de kerk en ontvangen eens thuis bij u in de hemel aan het eeuwige feestmaal. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen. Wij gaan luisteren naar een lang verhaal over de apostelen, de vrienden van Jezus, en wat die deden nadat Jezus dood was gegaan op het kruis en weer levend geworden was. De eerste lezing wordt voor ons gelezen door Bas. Eerste lezing uit Handelen der Apostelen. In die dagen ondervroeg de hoogpriester van de Hoge Raad de apostelen: hebben wij u niet met klem verboden om in de naam van Jezus les te geven? Door uw schuld is heel Jeruzalem vol van uw leer. En bovendien geeft gij ons de schuld van de dood van Jezus. Maar Petrus en de andere leerlingen antwoordden hen: men moet God meer gehoorzamen dan dat men de mensen moet gehoorzamen. De God van onze Vader heeft Jezus doen opstaan uit de dood, nadat gij hem had doen sterven aan het kruis. God heeft Jezus verheven aan zijn rechterhand tot leider en verlosser om het volk Israël bekering en vergeving van hun zonden te schenken. Daarvan zijn wij als apostelen de getuigen. Net als de Heilige Geest die God heeft geschonken aan iedereen die hem gehoorzaamt. Men verbood de apostelen om te spreken in de naam van Jezus en liet hen toch vrij. Ze verlieten de Hoge Raad met blijdschap omdat ze van Jezus hadden kunnen getuigen. Woord van de Heer. Wij danken God. Als je s'avonds niet kunt.
gaan we zo dadelijk luisteren naar een gedeelte uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. We zullen dat met z'n drieën lezen. Behalve ikzelf zijn dat Kim Gielis en Romee. Misschien is het handig als een van tweeën toch een extra boekje meeneemt, zodat ook duidelijk is als ze elkaar moeten aflossen. Ja? Kim en Romee komen naar het lezenaar en ik ga naar het altaar. En ik mag iedereen vragen om te gaan staan. Wij lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Op een dag verscheen Jezus opnieuw aan de leerlingen. Het was bij het meer van Tiberias. De verschijning ging zo. Simon Petrus, Thomas die ook die Didymus genoemd wordt, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn leerlingen waren samen. Simon Petrus zei tegen hem: ik ga vissen. Zijn antwoorden: dan gaan wij mee. Zij gingen dus aan boord van een boot, maar die nacht vingen ze niets. Bij het aanbreken van de dag stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen herkenden Jezus niet. Jezus sprak hen aan: vrienden, hebben jullie soms wat vis? Nee. Zeiden ze toen, gaf Jezus hun het bevel: werp het net uit, rechts van de boot. Daar zul je iets vangen. Nadat ze dit gedaan hadden, konden ze het net niet meer ophalen. Zoveel vis zat erin. De leerlingen van wie Jezus veel hield, zei daarop tegen Petrus: het is de Heer. Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij zijn bovenkleed aan, want hij had alleen maar zijn onderkleed aan, en sprong in het meer. De andere leerlingen kwamen met de boot. Ze sleepten het net met vissen achter zich aan. Ze waren niet ver van de kant, maar zo'n 100 meter. Toen ze aan land waren gestapt, zagen ze dat er een vuur van houtskool was gemaakt met vissen erop en brood. Jezus zei tegen hen: haal wat van de vis die jullie zojuist gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, 153 stuks. En al waren het er ook zoveel, toch scheurde het net niet. Jezus zei hun: komt ontbijten. Omdat ze wisten dat het de Heer was, durfde geen van de leerlingen hem te vragen: wie zijt gij? Jezus kwam naar hen toe. Hij nam het brood en gaf het hun en ook de vis. Dat was nu de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen na zijn verrijzenis uit de dood. Woord van de Heer. Wij danken God. Zo, nou, we hebben net een mooi verhaal gehoord dat ook heel goed is gelezen door Kim en Romee. En dan gaan we zo eens kijken of jullie goed hebben opgelet, of jullie dat verhaal ook goed meegelezen hebben en ook een beetje begrepen hebben. Dan gaan we het een beetje uitleggen voor de mensen in de kerk. Want wat heeft dat verhaal nou eigenlijk te maken met het feest van vandaag? Daar gaat het natuurlijk om, want het is feest.
Zeker, dat weten wij, dat weten we allemaal zoals we hier zijn in de kerk. Dat het vandaag een groot feest is. Dat weten jullie. Dat weten jullie papa en mama. Dat weten jullie broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes, opa's, oma's. Alle mensen hier in de kerk weten dat het feest is. Maar stel je nou eens voor dat er ook iemand zou zijn die niet in Liemt woont en die had gehoord dat er feest was vandaag in Liemt. Die ergens gehoord. Misschien had hij het wel op Facebook gelezen. Feestje in Liemt. Waar is het feestje? En dan zou u gaan zoeken en dan zou u gaan kijken in Liemt. En als je dan vanmiddag komt, dan zou u zien dat in 36 gezinnen in de tuin een groot feest is. Misschien wel met een springkussen. Maar als die iemand nou zou komen vanmorgen vroeg al en die was gaan zoeken en kijken en die was hier de kerk binnengelopen en die zou nu hier in de kerk zijn, zou je dan kunnen zien, zou je kunnen merken dat het feest is vandaag? Wat denk je? Is er iets te merken in de kerk dat het feest is vandaag? Helemaal niks? Nee, er is helemaal niks feestelijks in de kerk. Lin, wat denk je? U bent zo mooi gekleed en er hangen allemaal bloemen. Wij zijn allemaal mooi aangekleed. De een nog mooier dan de ander. En er hangen allemaal mooie bloemen. En er staan ook echte bloemen natuurlijk. Die horen er ook bij. Mooie versieringen. En is er niet alleen iets te zien, is er misschien ook iets te horen in de kerk wat feest is. Ja, hè? Wat dan? Alles over Jezus. Ja, alles over Jezus. En? Wat hebben we net ook gedaan? Gezongen, hè? Er wordt gezongen in de kerk, dat hoort er ook bij. En we hebben net dus een verhaal gehoord over Jezus. Maar dat verhaal van Jezus, gaat dat over een feest? Het verhaal dat we net hebben voorgelezen met z'n drieën, ging dat over een feest? Wie heeft er goed op gelet? Volgens mij is het feest omdat Jezus is gestaan uit de dood. Oeh, daar zegt Mirthe iets heel moois, maar ook wel een beetje moeilijk nog. Het feest is dat Jezus weer is opgestaan, weer levend is geworden uit de dood. Dat is waar. Maar in het verhaal dat we net met z'n drieën hebben gelezen, is er daar een feest aan de gang? Nee, wat gebeurt er in dat verhaal? Waar gaat het om in dat verhaal? Wat gebeurt er eigenlijk? Als je me zou moeten zeggen in één woord of in één zinnetje, waar gaat dat verhaal over? Dat gaat over, wat gebeurt er in dat verhaal? Vissen? Het gaat over mensen die gaan vissen, ja. En is dat nou een feest dat mensen gaan vissen? Wie gaan er vissen in het verhaal? Simon Petrus. Simon Petrus, grote vriend van Jezus en nog meer. Andere leerlingen ook, andere vrienden van Jezus, apostelen gaan vissen. En dat is eigenlijk al het eerste wat we kunnen leren van dat verhaal. Dat iedereen vriend en vriendin van Jezus mag zijn. Ook als je een gewone visser bent. Om een vriend of vriendin van Jezus te zijn, hoef je helemaal niet groot of sterk of heel slim te zijn of heel veel geld te hebben. Nee, iedereen kan en mag vriend of vriendin van Jezus zijn. We hebben misschien nog wel iets anders wat we kunnen leren uit dat verhaal. Toen die apostelen gingen vissen, toen Petrus zei ik ga vissen en de anderen gingen mee, vingen ze toen veel vis? Ja. Oh ja? Is dat zo? Vingen ze meteen al heel veel vis? In het begin al? Nee. In het begin helemaal niet, hè? Wanneer gingen ze wel veel vis vangen? Hoe kwam dat? Kijk of mijn snoertje lang genoeg is. Toen ze het net uit de boot gooiden. Ja? En waarom deden ze het net uit de boot gooien? Wie had dat gezegd? Jezus. Ja, dat is het tweede wat we kunnen leren. Je moet altijd goed luisteren naar wat Jezus zegt. Je moet niet altijd denken dat je alles zelf kan.
Nee, je mag ook goed luisteren naar Jezus en dan gaan dingen soms veel beter. Dan lukken dingen soms wel die je zelf niet kunt. Dat is het tweede wat we kunnen leren uit dat verhaal. Misschien is er nog wel iets anders. Hadden de apostelen die aan het vissen waren, hadden die meteen door dat het Jezus was? Nee. Nee, in het begin niet. Nou, dat is ook voor ons. Wij zien Jezus vaak niet. En dan denken we dat hij er niet is. Maar soms, heel vaak eigenlijk, is Jezus wel bij ons. Ook als we dat niet zo merken. Dat is het derde wat we kunnen leren. En tenslotte het allerlaatste. Wat doet Jezus dan als de vrienden, de apostelen, zoveel vis hebben gevangen? Wat gebeurt er dan op het eind van het verhaal? Dan zegt Jezus, laten we ontbijten. Dan zegt Jezus, we gaan ontbijten. Kom ontbijten. Jezus nodigt zijn vrienden uit om met hem te eten. Jezus nodigt zijn vrienden uit om maaltijd met hem te houden. Hé, dat is het vierde van het verhaal. En is dat misschien wel het allerbelangrijkste? Want wat gaan jullie zo straks doen? Jullie krijgen de hostie, hè? En dat is ook eten met Jezus samen aan tafel gaan. Jezus zegt ook tegen jullie, voor de allereerste keer en tegen andere mensen, niet voor de eerste keer, voor de tweede, de derde of de 300.000ste keer. Kom eten, kom bij me, we gaan samen eten. En waarom doen we dat in de kerk? Denk eens terug aan de voorbereiding op je communie. Waarom doen we eigenlijk als vrienden en vriendinnen van Jezus samen met Jezus eten? Waarom is dat zo gekomen? Heeft Jezus misschien ook een keer op een heel belangrijk moment in zijn leven gegeten met zijn vrienden? Wanneer was dat? Wie weet het nog? Bijna, de avond ervoor. De donderdagavond voor Goede Vrijdag. Goede Vrijdag ging Jezus dood op het kruis. En de avond ervoor heeft Jezus nog gegeten met zijn vrienden. En hoe noemen we dat? Die maaltijd, wie weet dat nog? Moeilijk woord. Mirthe? De Witte Donderdag. Het was op Witte Donderdag en toen heeft Jezus gegeten met zijn vrienden en dat noemen we het. Wat voor avondmaal was dat? Het puntje, puntje avondmaal. Het laatste avondmaal. Dat was het allerlaatst dat Jezus met zijn vrienden aan tafel ging. En wat heeft hij toen gedaan? Wat heeft hij toen genomen? En uitgedeeld. Brood en wijn. Nou, dat is wat we nu ook gaan doen, hè, zo dadelijk. Brood en wijn samen delen. En vooral het brood, de hostie, waarover ik ga bidden. En dan wordt het, in plaats van een gewone hostie, wat wordt de hostie dan? In? Lichaam van Jezus. Het lichaam van Jezus, want daarmee wil Jezus bij ons komen. Zo wil Jezus bij ons zijn. Dat verhaal van die vrienden die gingen vissen, dat was nadat Jezus alweer levend was geworden uit de dood. Maar hij kwam terug voor zijn vrienden omdat hij bij hen wilde zijn. En zo wil Jezus ook voor ons er zijn, bij ons zijn. Elke dag, maar heel in het bijzonder, als we samenkomen om met hem te eten, om maaltijd met hem te houden. Dan heel in het bijzonder doen we wat Jezus tegen zijn vrienden heeft gezegd. Kom en blijf dit doen om bij me om aan me te denken. En dan zal ik bij jullie zijn. Jezus wil bij ons zijn. Omdat hij van ons houdt. Dat vieren we. Daarom is het feest. En dat allermooiste van dat feest, dat kunnen we dus niet zien. Want dat gebeurt van binnen in ons hart. Daar gebeurt het dat Jezus bij ons komt. Omdat hij van ons houdt. Omdat hij onze vriend wil zijn. Omdat hij wil dat jij en jij en jij, alle kindjes, iedereen zijn vriend of vriendin wordt. Dat gaan we vieren. We gaan straks heel blij zijn, net als de vrienden van Jezus, dat we Jezus mogen herkennen. Dat hij ons uitnodigt, dat hij zegt, kom maar bij me. Samen eten, samen breken, samen delen, samen vieren. Maak maar een feest van het leven. Als je van elkaar houdt, gebeurt dat. Het feest van de liefde, dat is wat we vieren.
in jullie communie. We gaan nu verder met de mis. En straks mag je heel blij zijn met Jezus. Ik ga iedereen, ook de grote in de kerk, uitnodigen om te gaan staan om met bladzijde 8 voor ons onze geloofsbelijdenis te bidden. Waar het aatje voor staat, bidden we allemaal samen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. Ik geloof dat God bij mij is, dat Hij mij nooit alleen laat, dat Hij van mij houdt. Dat Hij mijn Vader wil zijn. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heer, die geboren is uit de Maagd Maria, die gestorven en begraven is, die uit de dood is opgestaan en leeft aan Gods rechterhand. Ik geloof dat Jezus bij mij is, dat Hij mij de weg wijst naar God, dat Hij mij vraagt te leven zoals Hij, dat Hij mij vormt als kind van zijn Vader. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Ik geloof dat de kracht van Gods Geest in mij is, dat Hij een vuur is in mijn leven, dat Hij mij bezielt tot liefde in de wereld, dat Hij in mij bidt tot God, mijn Vader. Amen. Wij gaan ook bidden. Niet alleen voor onszelf mogen we bidden, maar ook voor andere mensen. Want dat is wat Jezus ons heeft geleerd. Dat we niet alleen aan onszelf moeten denken, maar dat we moeten proberen te houden van mensen om ons heen. Wij gaan onze voorbeden bidden, die worden gelezen door Niels, Jens, Jorre en Jurre. Boekje laten liggen. Niels, Jens, Jorre en Jurre komen naar voren. Laat ons dan bidden tot God die houdt van alle mensen en hen graag gelukkig ziet. Wij bidden voor alle kinderen die hun eerste communie doen, dat ze niet alleen vandaag, maar altijd bij Jezus willen horen. Dat ze steeds meer op Hem gaan lijken. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. Wij bidden voor alle papa's en mama's, opa's en oma's, broertjes en zusjes, dat ze niet alleen vandaag feest vieren, maar altijd proberen het samen fijn en goed te hebben. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. Wij bidden voor alle mensen in de kerk dat ze niet alleen vandaag hier samenkomen om de liefde van Jezus te ervaren, maar steeds beter begrijpen dat Hij ons telkens weer wil bezielen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. Wij bidden voor alle mensen die het moeilijk hebben door pijn, verdriet, honger of oorlog. Dat wij niet allen vandaag aan Hem denken, maar altijd proberen Hem te helpen. Om Hem gelukkig te maken. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. We willen ook bidden voor alles wat er leeft in ons eigen hart en de intenties van onze parochie. Voor mensen die ziek zijn, mensen die verdrietig zijn. We bidden voor degenen die er vandaag niet bij ons kunnen zijn. En dan vooral voor een aantal opa's en oma's. Opa's vooral zie ik op mijn lijstje. We bidden met name voor Jan Teuns, Bert Bekkers en Jos Rijkers. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. God, luister naar ons gebed
Geef ons de kracht om zelf te doen wat wij voor anderen vragen. Help ons om mensen te worden naar uw hart. Dat vragen wij u door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Dan naderen we nu het moment dat we ter communie gaan. Ik ga zo dadelijk bidden over de hosties en de wijn. Maar dat betekent dat we eerst alle spulletjes die daarvoor nodig zijn naar het altaar gaan brengen. De tafel die midden in de kerk staat. Daar gaat het gebeuren. Daar komt Jezus bij ons in het brood voor ons gebroken. Ik vraag de kindjes die komen helpen om het altaar klaar te maken. Samen met Marieke, de misdienaar die er vandaag is. De kinderen die komen helpen zijn Kim van Giersbergen, Luc, Jindy, Senna, Mirte en Tim. Kim van Giersbergen, Luc, Jindy, Senna, Mirte en Tim. Kom er in een rijtje naar voren. We hebben onze gaven aangebracht. Bij u komt het mandje langs om uw eigen gaven daarbij te voegen. We willen dat alles eigenlijk opdragen aan God in dankbaarheid voor wat Hij ons geeft, elke dag opnieuw. Daarom bidden wij, bladzijde 11. Heer, wij bidden u aanvaard de gaven van uw volk en van deze kinderen die hier zijn en die vandaag voor het eerst het lichaam van uw Zoon mogen ontvangen. U vernieuwt hun leven op aarde door hun geloof in u en door de sacramenten van het doopsel en de Eucharistie die wij nu vieren. Geef hun ook eens in de hemel het geluk voor altijd. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Het is passend en goed u te danken, Heilige Vader, door Jezus Christus die uw beminde Zoon is. Hij heeft gezegd dat Hij altijd bij ons wil blijven. Op het kruis bracht Hij het offer van zijn leven om ons te verlossen en ons te redden voor altijd. De Heer, die verrezen is uit de dood, blijft onder ons aanwezig in dit sacrament dat wij vieren, zolang de wereld duurt. Nu nodigt Hij deze kinderen uit
om voor het eerst deel te nemen aan de maaltijd waarin hij zelf bij ons komt. Het brood wordt zijn lichaam en hij maakt de wijn tot zijn bloed. Als wij dan eten van dit heilig brood, worden wij één met zijn lichaam, één ook met zijn kerk en met elkaar. Daarom loven en aanbidden wij u met alle engelen en heiligen en prijzen wij u met deze woorden: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Ja, God, u bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij danken u vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij heeft ons verteld hoe u ons roept over de dood heen tot eeuwig leven en geluk bij u. Hij wees ons ook de weg daarheen, een weg van liefde, heel zijn leven lang. Op dit ogenblik brengt hij ons samen rond deze ene tafel om te doen wat hij aan zijn vrienden heeft voorgedaan. Zoals in het boekje staat, wil ik u verzoeken als u in de banken zit om nu te knielen. Kindjes mogen op de stoeltjes blijven zitten. Want, goede Vader, heilig dan deze gaven brood en wijn, zodat ze voor ons lichaam en bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon. Want op de avond voor hij zijn leven gaf voor ons, was hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam het brood, hij dankt u, hij brak het, gaf het hun en zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook de beker met wijn. Hij dankt u en gaf hem aan zijn leerlingen, terwijl hij zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken. Daarom zijn we hier samen, Vader, en denken we blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft hij aan de kerk gegeven, zo vieren wij zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden u, neem ons op in uw liefde, samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven, maar u heeft hem nieuw leven gegeven. Daarom zeggen wij: Goede God, wij loven u. Goede God, wij danken u. Op het einde van de tijd zal hij als onze Heer verschijnen. Als uw rijk gekomen is, zijn alle pijn en tranen, honger en verdriet voorbij. Goede God, wij loven u. Goede God, wij danken u. Vader, u heeft ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het brood. Dat is het lichaam van Christus, onze Heer. Zo maakt u ons blij door uw Heilige Geest. Wij bidden u, maak ons door dit heilig brood ook sterk en geef dat wij meer en meer gaan doen wat u van ons verwacht. Denk, Heer, aan onze paus Franciscus, onze bisschop Antonius en alle andere bisschoppen. Geef de vreugde om het paasfeest in het hart van ons allen die op hem vertrouwen en help ons blijdschap te brengen aan alle mensen die leven in verdriet. God onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij u en bij Christus uw Zoon, samen met Maria zijn moeder en met alle heiligen. Dan zullen wij met hem voor altijd bij u zijn. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Dan gaan wij nu het gebed bidden dat Jezus zelf aan ons zijn vrienden heeft geleerd.
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alles wat kwaad is. Geef vrede in onze dagen dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, onze Heiland, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let daarom niet op onze zonden, maar op het geloof van heel uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Jezus wil dat wij in vrede leven met alle mensen. Dat mogen we elkaar ook toewensen. De vrede des Heren zij altijd met u. Wenst elkaar dan die vrede. Bladzijde 15. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Wij zullen zo dadelijk met drieën communie uitreiken. Met z'n tweeën doen we straks het middengedeelte, de zijbeuken. En vervolgens ook nog wat andere mensen aan de zijkant worden voorzien van de communie door de andere aanwezigen hier bij het altaar. Maar we beginnen zo dadelijk natuurlijk met jullie. Eén voor één zoals we het geoefend hebben. Goed nadenken hoe het ook alweer ging. En daarna de andere mensen. Een verzoek daarbij is wel om voor die heilige communie net zoveel eerbied te hebben als de kindjes die het voor het eerst gaan doen. En een andere vraag is of de ouders en opa's en oma's ook een beetje op willen letten dat andere broertjes en zusjes niet onbedoeld nu al voor het eerst hun heilige communie doen, als ze daar de leeftijd en de voorbereiding nog niet voor hebben. Zalig dan allen die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Thank you.
Laat ons, bijna aan het einde van deze viering gekomen, nogmaals bidden. Bladzijde 18. Almachtige en goede God in deze heilige Eucharistie, mochten deze kinderen en wij allen het feest van Pasen vieren, de overwinning van uw liefde op de dood. Wij vragen u, laat dit geheim altijd vrucht dragen in ieder van ons, door Christus onze Heer. We hebben nog een slotwoord te goed en dat wordt gelezen door Bart. Wij danken alle mensen dat ze hier zijn geweest. En voor vanmiddag wensen wij een heel mooi feest. Dat feest is net begonnen met Jezus in ons hart. De eerste communie, dat is toch heel apart. Maar Jezus vraagt ons allen, wanneer zie ik je weer? Wilt ons nog niet laten bij deze ene keer? Daarom kom hij zeker en als het kan heel vlug bij hem die onze vriend is. Voor weer een feest terug. Dankjewel. Fijn dat je dat alvast belooft, Bart, dat je snel weer terugkomt en de andere kinderen natuurlijk ook. Dat de eerste communie geen enige communie is. Er zijn nog een paar mededelingen voor het einde van de viering. Ten eerste wil ik iedereen bedanken die mee heeft geholpen om deze viering ook mogelijk te maken. Al dat extra werk, natuurlijk op de eerste plaats de werkgroep, de leden daarvan. Waarbij ik meteen aanteken dat we voor volgend jaar eigenlijk op zoek zijn naar versterking, naar twee nieuwe leden. Dank de kosters en de misdienaars. Misdienaar, we hebben er maar eentje. Ook dat is een vraag, een verzoek. Misschien zijn er toch wel kinderen hier die ook heel graag misdienaar zouden willen worden of daar eens over willen nadenken. Dan hoop ik dat de ouders ook mee willen denken. Straks gaan we voor de groepsfoto naar buiten. Het is tenslotte droog, ook al is het nog niet overdadig zonnig. Als het zover is, dan kan één van de ouders, de vader of moeder ondertussen, hier het cadeautje voor de communicant in ontvangst nemen. De kindjes mogen de boekjes bewaren, meenemen naar huis voor later als herinnering. De andere mensen in de kerk wil ik verzoeken om het boekje niet mee naar huis te nemen, want dan hebben we voor de tweede mis onvoldoende boekjes. Dus andere mensen in de kerk graag de boekjes in de kerk achterlaten en bij voorkeur waar u ze ook bij de ingang heeft gevonden. Thank you.
Wij zijn hier in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Van harte welkom allemaal. Van harte welkom natuurlijk op de eerste plaats. Aan jullie, om wie het gaat vandaag, de communicanten. 18 jongens en meisjes. Ja, ik moet altijd goed tellen. En ze zijn er allemaal. Niemand heeft zich verslapen. Allemaal prachtig aangekleed. Klaar voor het grote feest. Een dag die nog feestelijker wordt straks als de zon erbij komt. Heb ik geregeld. Hij heeft wat vertraging, maar hij komt. Andere mensen in de kerk ook. Fijn dat u er allemaal bent, uiteraard. De ouders, opa's en oma's, broertjes, zusjes, maar ook anderen. We gaan er samen een goede viering van maken. En daartoe ook een paar praktische aanwijzingen. Ik verzoek u om de mobieltjes uit te zetten. Ik verzoek u om het ook inderdaad zo te laten zijn dat er niet gefotografeerd wordt. Er worden filmopnamen gemaakt via Omroep Dommeland en er is een fotograaf. Ik hoop dat u zich ook daaraan wilt houden. En ik wil dat u, ik zou het fijn vinden als u inderdaad ook inderdaad zo meedoet met op de gepaste momenten stilte, maar ook op de gepaste momenten zang, dat we er samen een vreugdevolle feestelijke viering van kunnen maken die die communicanten zich nog heel lang zullen herinneren. We gaan beginnen. We hebben het kruisteken gemaakt. We zijn hier in de naam van God die van ons houdt. En die liefde mogen we vandaag ook merken in die eerste communie. Wij gaan beginnen met het welkomstwoord en dat wordt gelezen door Bente. Alle mensen zijn hier binnen, alle mensen zijn hier blij. Dus het feest kan nu beginnen en het middenpunt zijn wij. Want wij doen onze communie voor de allereerste keer. Voortaan horen wij bij Jezus, voortaan is Hij onze Heer. Wij zijn vandaag met velen om te doen wat Hij eens deed. Samen breken, samen delen, samen zijn in lief en leed. Laten wij dat steeds proberen, dan pas wordt het leven fijn. En één nieuwe God ons leren, altijd wil Hij bij ons zijn. Keurig, Bente, want wat de mensen niet gezien hebben, maar ik wel. Dat jij niet eens hebt omgebladerd, dat je alles helemaal uit je hoofd hebt gelezen. Knap hoor. We zijn hier om Gods liefde te ervaren, dat Hij van ons houdt. Maar we weten ook allemaal dat we zelf niet altijd doen wat Hij wil. En dat we zelf niet altijd liefde hebben voor andere mensen. En dat is uiteindelijk wat Jezus van ons vraagt. Dus daarom beginnen we met de schuldbelijdenis. We vragen God vergeving, waar we het in het communieproject ook over gehad hebben. Als wij zeggen, sorry God, het spijt me, wil Hij ons, net als die goede vader, de vader van ikke, altijd weer vergeven. Dat gaan we aan Hem vragen. En dat doen voor ons Jurre, Bart en Teun. Jurre, Bart en Teun. Ja. Heere Jezus, U heeft ons laten zien dat God ons Vader is, die veel van ons houdt. Vergeef ons gebrek aan liefde en ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Christus, heeft U altijd geduld met ons. Help ons om niet op te geven wanneer het moeilijk wordt en ontref U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer. Weet wat er leeft in ons hart. Vergeef ons ons onbegrip voor onze medemensen en ontref U over ons. Heer, ontferm U over ons. Mogen de almachtige en liefdevolle God zich dan over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
Bladzijde 3 staat de lofzang. Wij gaan God loven, prijzen, omdat we zoveel mooie, fijne en goede dingen van hem mogen ontvangen. En vandaag heel in het bijzonder. We zingen samen het refrein. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u, wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Hemelse Koning, God Almachtige Vader, Heer enige geboren Zoon, Jezus Christus, Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Aanvaard ons gebed. Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons, want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. God, onze Vader, wij danken u omdat gij deze jongens en meisjes door hun doopsel hebt gemaakt tot uw kinderen en hen nu laat naderen tot de tafel van uw Zoon. We zijn blij, want ze mogen vandaag voor de eerste keer zijn heilig lichaam ontvangen en van nu af aan steeds leven uit dit geheim van het geloof. Wij bidden voor hen en wij vragen u, maak hen één met Christus in de gemeenschap van de kerk en ontvang hen eens thuis bij u. In de hemel aan het eeuwig feestmaal. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door alle eeuwen der eeuwen. Wij gaan luisteren naar een verhaal over wat de vrienden van Jezus, de apostelen, deden nadat Jezus eerst dood was gegaan en toen weer levend was geworden. Dan gaan ze over Jezus vertellen, want ze willen altijd bij hem horen. De eerste lezing, een mooi, lang verhaal, wordt voor ons voorgelezen door Iris. Eerste lezing uit de Handelingen der Apostelen. In die dagen ondervroeg de hoge priester van de Hoge Raad de apostelen. Hebben wij u niet met klem verboden om in de naam van Jezus les te geven? Door uw schuld is heel Jeruzalem vol van uw leer. En bovendien geeft gij ons de schuld van de dood van Jezus. Maar Petrus en de andere leerlingen antwoordde hem, men moet God meer gehoorzamen dan dat men de mensen moet gehoorzamen. De God van onze vaderen heeft Jezus doen opstaan uit de dood, nadat gij hem had doen sterven aan het kruis.
God heeft Jezus verheven aan zijn rechterhand tot leider en verlosser om het volk Israël bekering en vergeving van hun zonden te schenken. Daarvan zijn wij als apostelen de getuigen, net als de Heilige Geest die God heeft geschonken aan iedereen die hem gehoorzaamt. Men moet de apostelen om te spreken in de naam van Jezus en liet hen toch vrij. Ze verlieten de Hoge Raad met blijdschap, omdat ze van Jezus hadden kunnen getuigen. Woord van de Heer. Wij danken God. Keurig, Iris. Wij zingen over Jezus, onze goede herder. Bladzijde 5. Over Jezus. Wij gaan nu luisteren naar een verhaal over Jezus en zijn vrienden. Dat noemen we het Evangelie. En dat lezen we vandaag, omdat het een bijzondere dag is, met z'n drieën. Ik lees, maar met mij lezen Jitse en Jan Oerlemans. Zoals we het geoefend hebben, kom maar naar voren. En ik mag, zoals ook in het boekje staat, iedereen vragen te gaan staan. De Heer zal bij u zijn. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Op een dag verscheen Jezus opnieuw aan de leerlingen. Het was bij het meer van Tiberias. De verschijning ging zo. Simon Petrus, Thomas die ook Didymus genoemd wordt, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn leerlingen waren samen. Simon Petrus zei tegen hen: ik ga vissen. Zij antwoordde: dan gaan wij mee. Zij gingen dus aan boord van een boot, maar die nacht vingen ze niks. Bij het aanbreken van de dag stond Jezus aan het strand. Maar de leerling herkende Jezus niet. Jezus sprak hen aan. Vrienden, hebben jullie soms wat vis? Nee. Zeiden ze, toen gaf Jezus hun het bevel. Werp het net uit, rechts van de boot. Daar zullen jullie iets vangen. Nadat ze dit gedaan hadden, konden ze het net niet meer ophalen. Zoveel vis zat erin. De leerlingen van wie Jezus veel hield, zei daarop tegen Petrus: het is de Heer. Yeah.
Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij zijn bovenkleed aan, want hij had alleen maar zijn onderkleed aan, en sprong in het meer. De andere leerling kwam met de boot. Ze sleepte het net met vissen achter zich aan. Ze waren niet ver van de kant, maar zo'n 100 meter. Toen ze aan land waren gestapt, zagen ze dat er geen vuur van houtskool was gemaakt, met vis erop en brood. Jezus zei tegen hen: haal wat van de vis die jullie zojuist gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, 353 stuks. En al waren het er zoveel, toch scheurde het net niet. Komt ontbijten. Jezus kwam naar hen toe. Hij nam het brood en gaf het hun. En ook de vis. Oh, iets naar boven. Oh. Omdat ze wisten dat Jezus de Heer was, durfde ze geen van de leerlingen te vragen. Wie zijt gij? Jezus kwam naar hen toe. Hij nam het brood en gaf het hun. En ook de vis. Dat was nu de derde keer dat Jezus aan leerlingen verscheen na zijn verrijzenis uit de dood. Woord van de Heer. Wij danken God. Ik kom eens een beetje dichterbij. En dan ga ik eens even horen of we allemaal dat verhaal van zo net, of we dat ook allemaal een beetje begrepen hebben. En of we vooral ook snappen waarom we dat verhaal gehoord hebben. Want wat heeft dat verhaal nou te maken met het feest van vandaag? Dat is de vraag. En dat het feest is, dat weten we hier allemaal zoals we hier zitten. Jullie weten dat het feest is, anders was je hier niet. De papa's, mama's, broertjes, zusjes, opa's en oma's, alle mensen hier in de kerk weten natuurlijk dat het feest is, maar stel je nou eens voor dat er iemand was die niet in Liemte woonde en die had gehoord, in Liemte is het feest vandaag. En die zou naar Liemte zijn gekomen en die had natuurlijk gedacht, waar is het feestje? Nou, hier is het feestje. Hopelijk staat dat niet op Facebook. Maar als die iemand nou net de kerk was binnengekomen, zou hij dan aan iets hebben kunnen merken dat het vandaag hier in de kerk begint, het grote feest. Dat het hier in de kerk al feest is. Zou hij dat hebben kunnen merken? Is er iets bijzonders in de kerk of aan jullie of aan mij te zien? Of is alles gewoon zoals altijd? Wat is er anders dan anders, Iris, ik zie jou nee schudden. Wat is er te merken dat het feest is? Noem eens wat. Heb jij altijd van die mooie kleren aan? Laat ik dat vragen. Nee. Nee, hè? Die kleren zijn voor het feest. Nou, kijk eens hoe mooi jullie allemaal zijn aangekleed. En ik heb ook mijn best gedaan om een beetje fatsoenlijk eruit te zien. Dus, dan kun je al zien dat het feest is. En er is nog meer, hè? Bente. De versiering, heel goed. Kijk eens hoe keimooi alle mamas van de werkgroep hun best hebben gedaan om de kerk prachtig te versieren. En er zijn natuurlijk ook echte bloemen, die staan nu een beetje opzij vanwege de camera's. En is er ook iets te horen? Ik wel, hè? Sophie, wat is er te horen vandaag? Wat is extra feestelijk vandaag? De muziek, hè? Ja, dat er zo mooi gezongen wordt. Dus we hebben allemaal dingen geregeld en gemaakt om het echt feest te laten zijn. Maar als die iemand nou in de kerk zou zijn en die heeft ook net dat verhaal van Jezus gehoord, zou je dan weten wat voor feest het is? Want het kan van alles zijn, hè? Misschien denkt hij wel dat er mensen gaan trouwen of dat we een kindje gaan dopen.
ga eens vragen of jullie een beetje begrijpen en aan de mensen kunnen uitleggen wat dat verhaal van Jezus en zijn vrienden te maken heeft met jullie communiefeest, want daar gaat het natuurlijk om. Dat verhaal wat we net hebben gelezen met z'n drietjes, dat we samen zo goed hebben gelezen. Waar gaat dat verhaal over? Als je dat nou in één keer moet samenvatten. Gaat dat verhaal over een feest? Gaat het verhaal van Jezus en zijn vrienden over een feest? Wie heeft er goed op gelet? Ik zie al kindjes helemaal kijken van, nou, wie denkt dat hij het weet? Ging dat verhaal van Jezus en zijn vrienden over een feest? Wat gebeurde er in dat verhaal? Wat deden die vrienden van Jezus, Bart? Ze deden visvangen. Ze deden visvangen. Nou, precies. Dus ze waren gewoon aan het werk. Het was helemaal geen feest, denk ik dan. Maar is dat ook zo? Laten we eens goed nadenken. De vrienden van Jezus waren dus vissers. Dat is het eerste belangrijke. Als je vriend van Jezus wil zijn of vriendin, kun je een heel gewoon iemand zijn. Hoef je niet groot of sterk of heel rijk te zijn of heel slim. Iedereen mag vriend en vriendin van Jezus zijn. Dat is het eerste belangrijke voor vandaag. Allemaal zoals we hier zitten en jullie, vooral mogen vriend en vriendin van Jezus zijn. En die vrienden van Jezus, die vissers, vingen die meteen iets toen ze begonnen met vissen? Wie heeft er goed meegelezen? Nee. Nee, in het begin helemaal niet. Ze vingen helemaal niks. Wanneer vingen ze wel iets? Toen Jezus zei. Toen Jezus zei waar ze moesten vissen. Kijk, dat is het tweede belangrijke. We moeten goed naar Jezus ook luisteren als hij ons iets zegt. Want als wij naar Jezus luisteren, kunnen we vaak dingen die we niet uit onszelf kunnen. Jezus wil ons helpen. Hij wilde ook zijn vrienden helpen dat ze vis zouden vangen. Goed naar Jezus luisteren, dan kun je soms dingen die anders niet kunnen. En wat gebeurde er toen? De leerlingen, die vrienden, die vissers, wisten die meteen dat het Jezus was die het zei? Wisten ze, hadden ze meteen door, ja, dat is Jezus? Nee. Nee, in het begin niet, hè? Ze herkenden hem niet. Nou, dat is het derde wat we moeten onthouden. Ook wij zien Jezus vaak niet, hè? We mogen alleen weten, geloven dat hij straks in de hostie bij ons komt. Maar zien doen we hem niet. En toch geloven dat hij er is. Geloven dat Jezus bij ons wil zijn. Niet alleen vandaag, niet alleen straks in de communie. Nee, elke dag, maar vooral natuurlijk als we hier zo samenkomen in de kerk. Dan heel in het bijzonder. Jezus wil bij ons zijn, ook al merken we dat niet altijd. Dat is het derde belangrijke. En het vierde, hoe eindigt dat verhaal? Wat gebeurt er als die vrienden heel veel vis hebben gevangen en Petrus dat net aan het land heeft gesleept? Wat gebeurt er dan? Wat gaat Jezus dan met zijn vrienden doen? Deelt hij het? Ja, dan zegt hij, kom ontbijten. En dan gaan ze samen eten. Daar hebben we het vierde belangrijke. En dat is het allerbelangrijkste, want daarom zitten jullie hier. Wij gaan straks met Jezus eten. Jezus zegt, kom maar, wij gaan samen aan tafel. Samen eten. Wat eten we straks? Geen vis, hè? Wat krijgen we straks van Jezus? De hostie. De hostie, hè? En de hostie is brood, maar we hebben in de voorbereiding al gezegd, als ik straks ga bidden, dan verandert de hostie en wordt de hostie van gewoon brood heilig brood. Lichaam van Jezus. Jezus wil met zijn vrienden samen zijn. Hij wil bij hen zijn. En hij doet dat door samen met ze te eten. Wanneer deed Jezus dat in het bijzonder? Een hele bijzondere maaltijd. Wie herinnert zich iets van de voorbereiding? Wat doet Jezus vlak voordat hij doodgaat? Jezus. Met zijn vrienden eten. Met zijn vrienden eten, hè? Weet iemand nog hoe we dat noemen? Dat avondmaal? Hoe noemen we dat? Het? Ontbijt. Nee, het was geen ontbijt. Het was een avondmaal. En we noemen dat het?
Het? Feestmaal. Het is een feestmaal, maar we noemen het laatste avondmaal. Als Jezus voor het laatst met zijn vrienden aan tafel gaat, vlak voordat hij de dag daarna gaat doodgaan, dan gaat hij nog één keer met ze eten en dan zegt hij, blijf dit doen, je moet dit blijven doen. Om aan mij te denken, dan ben ik bij jullie. En hij breekt het brood en hij laat ook de beker met de wijn rondgaan. En dan is Jezus bij hen. Niet alleen die ene keer, dat ene avondmaal, maar al die keren dat wij doen wat hij ons gevraagd heeft. Als wij maaltijd met Jezus houden, is hij bij ons om te laten merken, zoals hij ook aan zijn vrienden, de vissers, liet merken nadat hij dood was gegaan en levend was geworden. Ik ben er nog. Het is niet over. Ik ben bij jullie. Ik wil bij jullie zijn omdat ik van jullie hou, omdat jullie mijn vrienden zijn. En dat zegt hij ook tegen jullie en al andere mensen in de kerk. Ik wil bij jullie zijn, want jullie zijn mijn vrienden en jullie moeten ook proberen voor elkaar vrienden te zijn. Vriend zijn met Jezus, van Jezus en met elkaar. De liefde van Jezus zelf krijgen in je hart als Jezus in de hostie in je hart komt, zijn liefde ontvangen en delen met anderen, zoals Jezus dat brood ook deelt. Jezus zegt, maak er maar een feest van, een feestmaal, elke dag opnieuw, voor elkaar en met elkaar, omdat ik bij jullie ben, omdat ik van je hou. Dat vieren we vandaag, daarom is het feestmaal van Jezus, die ons zijn liefde geeft en van ons vraagt dat wij die liefde doorgeven. Dat gaan we proberen. Ik wens jullie voor straks mooi de liefde van Jezus in je hart te voelen en andere mensen ook die liefde te laten voelen. Dank je wel. Wij gaan staan om samen op bladzijde 8 onze geloofsbelijdenis uit te spreken. De aatjes bidden we samen rustig. Ik geloof in God, Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. Ik geloof dat God bij mij is, dat Hij mij nooit alleen laat, dat Hij van mij houdt, dat Hij mijn Vader wil zijn. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heer, die geboren is uit de maagd Maria, die gestorven en begraven is, die uit de dood is opgestaan en leeft aan Gods rechterhand. Ik geloof dat Jezus bij mij is, dat Hij mij de weg wijst naar God, dat Hij mij vraagt te leven zoals Hij, dat Hij mij vormt als kind van zijn Vader. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Ik geloof dat de kracht van Gods geest in mij is, dat Hij een vuur is in mijn leven, dat Hij mij bezielt tot liefde in de wereld, dat Hij in mij bidt tot God, mijn Vader. Amen. Dan mogen we allemaal weer gaan zitten. Want omdat God onze Vader is, dat hebben wij van Jezus geleerd, daarom mogen wij ook bidden tot God. Want tegen een vader mag je alles zeggen, aan een vader mag je alles vragen wat er leeft in je hart. En dat gaan wij nu doen. Ik vraag naar voren voor de voorbeden Jill, Jente, Brechtje en Jens. Boekjes laten liggen. Laat ons dan bidden tot God die houdt van alle mensen en hen graag gelukkig ziet. Wij bidden voor alle kinderen die een eerste communie doen, dat ze niet alleen maar vandaag, maar altijd bij Jezus willen horen, dat ze steeds meer op Hem gaan lijken. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. Wij bidden voor alle papa's en mama's, opa's en oma's, broertjes en zusjes, dat ze niet alleen vandaag feest vieren, maar altijd proberen het samen fijn en goed te hebben. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. Wij bidden voor alle mensen in de kerk, dat ze niet alleen vandaag hier samenkomen om de liefde van Jezus te ervaren,
maar steeds beter begrijpen dat Hij ons telkens weer wil bezielen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden, verhoor ons. Wij bidden voor alle mensen die het moeilijk hebben door pijn, verdriet, honger of oorlog, dat wij niet alleen vandaag aan hen denken, maar altijd proberen te helpen om het gelukkig te maken. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. We bidden ook voor al die dingen die we zelf in ons hart voelen. Vrolijke dingen, maar ook verdrietige dingen misschien. En we bidden voor mensen die het moeilijk hebben, onze zieken, mensen die bedroefd zijn. En voor de mensen die we zo graag bij dit feest erbij hadden willen hebben, maar die nu, zo hopen wij, in de hemel zijn. We bidden vandaag vooral voor Annemarie Vingerhoets en Jan van der Boer. Laat ons bidden. God, luister naar ons gebed. Geef ons de kracht om zelf te doen wat wij voor anderen vragen. Help ons zo mensen te worden naar uw hart. Dat vragen wij u door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Dan komen we nu bijna aan het moment dat we gaan bidden over het brood. En dat dat dus heilig brood wordt, het lichaam van Jezus, dat jullie voor het eerst in je hart krijgen. Maar voor het zover is, gaan we eerst dus alle dingen die daarvoor nodig zijn, om te beginnen de hosties en de wijn, brengen naar het altaar. Al die gaven die wij van God hebben ontvangen, we geven ze als het ware ook weer terug. De mensen in de kerk krijgen een mandje voor hun neus, daar mag ook iets in. Maar de kindjes die Marieke gaan helpen bij het klaarmaken van het altaar, Marieke, onze misdienaar vandaag, zijn, en kom maar naar voren, terwijl je boekje achterlaat, Sophie, Vigo, Isis, Emma, Lieselot en Janne. De volgorde: Sophie, Vigo, Isis, Emma, Lieselot en Janne. Kom maar, de eerste twee voor de bloemetjes. Zo hebben we hier op het altaar geplaatst de tafel waar we maaltijd met de Heer mogen houden. De dingen die wij nodig hebben voor ons dagelijks leven. Maar we hebben ook Gods liefde nodig. We bidden over de gaven. We gaan ze opdragen aan God. Ik wil u verzoeken om de aanwijzingen in het boekje ook te volgen. In die zin dat als u in de banken zit, dat u straks op het geëigende moment ook wilt knielen. We bidden, bladzijde 11.
Heer, wij bidden u aanvaard de gaven van uw volk en van deze kinderen die vandaag voor het eerst het lichaam van uw zoon mogen ontvangen. U vernieuwt hun leven hier op aarde door hun geloof in u en door de sacramenten van doopsel en de heilige eucharistie. Geef hun ook eens in de hemel het geluk voor altijd. Dat vragen wij u door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Het is passend en goed u te danken, Heilige Vader, door Jezus Christus, uw beminde Zoon. Hij heeft gezegd dat hij altijd bij ons wil blijven. Op het kruis bracht hij het offer van zijn leven om ons te verlossen en te redden voor altijd. De Heer die verrezen is uit de dood, blijft onder ons aanwezig in dit sacrament dat wij vieren, zolang als de wereld duurt. Nu nodigt hij deze kinderen uit om voor het eerst deel te nemen aan de maaltijd waarin hij zelf bij ons komt. Het brood wordt zijn lichaam en hij maakt de wijn tot zijn bloed. Als wij dan eten van dit heilig brood, worden wij één met zijn lichaam. Één ook met zijn kerk op aarde. Één met elkaar. Daarom loven en aanbidden wij u met alle engelen en heiligen. En prijzen wij u met de woorden: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Ja, God, u bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij danken u vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij heeft ons verteld hoe u ons roept tot over de dood, tot het eeuwig leven en geluk bij u. Hij wees ons ook de weg daarheen, een weg van liefde, heel zijn leven lang. En op dit ogenblik brengt hij ons hier samen rond deze ene tafel om te doen wat hij heeft voorgedaan. Ik wil u vragen om te knielen vanaf dit moment. Goede Vader, heilig deze gaven van brood en wijn, zodat ze lichaam en bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon. Want op de avond voor hij zijn leven voor ons gaf, was hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam het brood, hij dankte u, hij brak het, gaf het hun en zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook de beker met wijn. Hij dankte u opnieuw en gaf hem zijn leerlingen, terwijl hij zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en velen wordt gegoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken. Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken we blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft hij aan de kerk gegeven, zo vieren wij zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden u, neem ons op in uw liefde, samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven, maar u heeft hem nieuw leven gegeven en daarom zeggen wij: goede God, wij loven u. Op het einde van de tijd zal hij als onze Heer verschijnen. Als uw rijk gekomen is, zijn alle pijn en tranen, honger en verdriet voorgoed voorbij. Goede God, wij loven u. Vader, u heeft ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het brood. Dat is het lichaam van Christus, onze Heer. Zo maakt u ons blij door uw Heilige Geest. Wij bidden u, maak ons door dit heilige brood ook sterk. En geef dat wij meer en meer gaan doen wat u van ons verwacht. Denk toch hier aan onze paus Franciscus, onze bisschop Antonius en alle andere bisschoppen. Geef de vreugde om het paasfeest in het hart van ons allen die op hem vertrouwen. En help ons blijdschap te brengen aan allen die leven in verdriet. God onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij u en bij Christus uw Zoon, met Maria zijn moeder en met alle heiligen. Dan zullen wij met hem voor altijd bij u zijn.
door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Dan gaan wij nu bidden, veel kindjes kennen het uit hun hoofd, zoals Jezus ons heeft gezegd dat we mogen bidden. Het onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij een anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alles wat kwaad is. Geef vrede in onze dagen dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, onze Heiland, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk. Heer Jezus Christus, aan uw apostelen, uw vrienden, hebt gij gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let daarom niet op onze zonde, maar op het geloof van heel uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Jezus wil dat wij delen in zijn liefde, dat we ook vrede maken met alle mensen om ons heen. Laten wij daarvan een teken geven, een hand aan onze buurman of buurvrouw, allemaal vrienden van Jezus. De vrede des Heren zij altijd met u. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. We zullen zo dadelijk met drie een communie uitreiken. Met z'n tweeën het middengedeelte, de zijkanten worden apart van de heilige communie voorzien. Ik zou het op prijs stellen als iedereen die heilige communie met respect, vreugde en dankbaarheid ontvangt. Het is geen verplichting. Het is een voorrecht om vriend en vriend van Jezus en vriendin van Jezus te zijn. Zo dadelijk komen eerst uiteraard de communicantjes, daarna de andere mensen in de kerk. Ik wil de ouders en de grootouders ook vragen ervoor te zorgen dat kindjes die mee naar voren komen lopen, maar die nog niet de eerste communie gedaan hebben, dat die dat ook niet vandaag al gaan doen. Dus dat u daar een beetje acht op slaat. Zalig dan allen die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
Thank you.
Laat ons nog één keer bidden. Bladzijde 18. Almachtige en goede God, in deze heilige Eucharistie mochten deze kinderen en wij allen het feest van Pasen vieren, de overwinning van uw liefde op de dood. Wij vragen u, laat dit grote geheim altijd vrucht dragen in ieder van ons, door Christus onze Heer. Straks nog een aantal mededelingen. Voor het zover is een slotwoord, een gedicht gelezen door Tim. Wij danken alle mensen dat zij hier zijn geweest. En voor vanmiddag wensen wij hun een heel mooi feest. Dat feest is net begonnen met Jezus in ons hart. De eerste keer communie, dat is toch heel apart. Maar Jezus vraagt ons allen, wanneer zie ik je weer? Je wilt het toch niet laten bij deze ene keer? Daarom komen wij zeker en als het kan heel vlug. Bij hem die onze vriend is, weer een feest terug. Dankjewel Tim. Nou, fijn dat je dat belooft. Ik hoop dat veel kindjes nog vaak terugkomen om weer feest te vieren, weer maaltijd met Jezus te houden, weer te merken dat hij bij ons wil zijn en ons zijn liefde wil geven. Ik dank iedereen die deze viering, net als de vorige, overigens mogelijk heeft gemaakt door alle inzet, met name de dames van de werkgroep. En daarbij meld ik meteen dat wij voor volgend jaar nog op zoek zijn naar 2 nieuwe leden voor de werkgroep Eerste Communie. Ik heb nog een aantal praktische dingen. De boekjes mag u, als u wilt, mee naar huis nemen. De kindjes hebben een eigen boekje met een naam erop. Die mag je natuurlijk meenemen. We gaan straks naar buiten voor de groepsfoto. Het zonnetje breekt door. Was ook afgesproken en beloofd, dus dat komt keurig in orde. Terwijl de kinderen voor de groepsfoto naar buiten gaan, kan een van de ouders hier het geschenkje, het cadeautje voor hun kind ophalen. Iedereen bedankt, nog een heel mooi feest straks. Wij gaan afsluiten met het slotlied Rood en Groen. En daarna kom ik de kindjes ophalen om buiten de foto te maken. Wij gaan zo dadelijk van hier onder de zegen van hem die van ons houdt, vandaag en alle dagen. Hij die is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Thank you.